de volgende meer over van je waterland. Recht achter het eilandje Papus, recht voor Marken. En we gaan over Volendam en over het huis van mijn moeder in Oren.
betekent dat de gezagvoerder de nadering van Texel heeft ingezet. Dat u als het dicht op uw eigen plaats ten plaats nemen in verband met de gewichtsverdeling. En u maakt uw stoel hier met weer vast. Understand it. So, who is flying what? This is flying the very one who is How is it to be in love? En ervaring die ze hebben met u delen in de topvliegtuigen vanmiddag. De blauwe Sukhoi 31, een topvliegtuig op aerobat gebied. Hoe gaat het met de verkoopraadster, Jan? Want met de herrie gaat het goed hoor. Oké, okay, 1200 pk per motor. Ja. Oh, en dan rijdt het de 200 hier door totdat hij de glitterstel of de tekelsnelheid bereikt is. En dat is ongeveer, nou wat zal het zijn, de snelheid van 120 km per uur. Zorgd hebben dat de vliegtuigen hier blijven vliegen. U kunt daar donateur voor worden, de Dutch Cacao Association. En luister naar de tweede DD, deze. Het is wel langzaam. Ja? Zijn we niet? Het gaat heel stil op het vliegtuig.
strategie gaat zitten. Wacht dan op dit geluid. En terecht wel is een hartstikke mooi geluid. Het zeldzame geluid van drie van dit soort unieke vliegtuigen. Twee DC-3's en een DC-4. En wat zo vervelend is, dat hele zeldzame geluid dreigt te verdwijnen. Want de DC-4 die schijnt verkocht te moeten worden. Er is al mee geadverteerd. En als er een koper gevonden wordt, dan is hij misschien voor altijd verloren. Dat zou heel erg jammer zijn. En misschien dat we allemaal nog een beetje kunnen helpen. Dat als u donateur wordt van de Dutch Dakota Association, die ook een steentje heeft hier, dan kunt u nog een bijdrage leveren. En overigens bent u dan lid van die club en kunt u ook eens een keer meevliegen. En de DDA heeft een heel programma met vluchten naar airshows, zoals vandaag naar Texel, ook als naar Engeland of naar Zwitserland. Dat zijn prachtige ervaringen waarin u in deze vliegtuigen die van binnen dus echt als een plaatje eruit zijn. Ja, dat is ongelooflijk hoe mooi die kisten van binnen zijn. Oh, dat ziet er prachtig uit. Dat is alleen al een reden om een keer mee te vliegen. Weet je wat het leuke is? De mensen die eraan werken, die... Ja, al hun vrije tijd gaat erin. Die kisten moeten technisch en visueel briljant zijn. De vliegers worden ook op hun vingers getikt als ze bij wijze van spreken vuile handen hebben. Toch? Ja, precies, dat zijn mensen die echt eigenlijk is de staat van de vliegtuigen beter dan dat toen ze uit de fabriek kwamen. En dat ze met zoveel liefde worden onderhouden en tot werkelijk alles in de puntjes is verzorgd. Want ze hebben inmiddels toch een bijna 18 jaar ervaring met dit soort oude vliegtuigen. Dus het is fantastisch dat de jonge mensen daarin weer worden meegetrokken. En dat het mogelijk is om te genieten van dit soort luchtvaart, dit soort techniek, dit soort motoren. Het is toch een stukje geschiedenis wat op deze manier levend wordt gehouden. En wat ook zo belangrijk is, niet alleen in de jaren 30 bouwde die Dakota de luchtvaart op, ook in de jaren 60 deed hij het weer. Want voordat de DC-8 en de 707 verschenen, waren natuurlijk wel de DC-4 en de DC-6 en de Constellation en de DC-7. Eigenlijk was vlieg alleen weggelegd voor de allerrijkste en de allers. Er ging een man of 50, 60 in zo'n vliegtuig maximaal. Dus u kunt zich... Hallo. U kunt zich voorstellen dat het niet was voor, aanhalingstekens, de massa. De quota's werden zo goedkoop dat het de moeite waard werd voor mensen als Martin Schreuder om ze te kopen en mensen mee te gaan vervoeren naar Spanje. Later kwamen die deze vier's er ook bij. Kijk nou toch eens. Luister nou toch eens. De tweede Dakota, de eerste Dakota die u ziet vliegen, is geschilderd zoals de Dakota van Prins Bernhard was. Kort na de Tweede Wereldoorlog was dat zijn persoonlijke vliegtuig. Nou, zo heette dat niet hoor, dat was het regeringsvliegtuig, de PHPPA. En zo is hij dan ook geregistreerd. Het is niet de originele daarvan, maar het is wel de kist die er exact hetzelfde uitziet. En de tweede is dus geschilderd in op de manier zoals Martins Air Charter er in de jaren 60 mee op Spanje begon te vliegen. En ook rondvluchten. Op Schiphol kon je dan rondvluchten doen en dan werd er een foto gemaakt van de hele groep voor het vliegtuig. Unieke foto's die je tegenwoordig helaas niet meer kan maken. En dit geluid was ook voor vele mensen, en daar hoor ik zelf ook bij, het blijft iets bijzonders. En het blijkt ook iets waar we op zo'n manier naar moeten blijven kijken, omdat daardoor bijvoorbeeld de veiligheid, het enthousiasme, blijft door gestimuleerd zal blijven worden. Ja, luchtvaart staat onder druk, maar aan de andere kant, luchtvaart is nog nooit zo nodig geweest, zo veilig geweest, zo nuttig geweest. Als er dit soort vliegtuigen niet geweest waren, die we nu dan nog steeds kunnen zien, dan had het met die vliegerij lang zo goed niet afgelopen als het nu is. En dan had u nog steeds naar Texel. Oh, bent u op vakantie naartoe gegaan? Heel verstandig eigenlijk. Lang even zwaaien naar onze DC-3, de PHDDZ van de Dutch Dakota Association. En deze vier krijgen toch niet genoeg van. Ja, die jongens die zitten daar lekker te sturen. En dit is natuurlijk lekker om te doen. Met een bloedgat. Op dit moment op de wereld denk ik nog meer dan 700 Dakota's. Nog meer dan 700 Dakota's vliegen er op dit moment nog actief. En die werken gewoon nog elke dag. Ik heb ze op wonderlijke plekken gezien. Midden in de jungle in Bolivia bijvoorbeeld. Kijk eens wat mooi. Oh, wat is dit mooi. Kuifje, wat ben je?
Abu af. Wat een prachtig vliegtuig is deze vier. Wat een ongelooflijk mooi vliegtuig is dat. Thank you.
uitgedaan. Het is mogelijk gewoon in de kop te kijken,
We kunnen hier staan. Vanochtend gingen we nogal snel van Amsterdam naar Texel rechtstreeks een lijn. En we verlengen de vergunningen nu, wat zo mooi weer is, richting de kust. Gaan we naar het buiten toe en dan komen we hier via Zandvoort en Hoofddorp over Schiphol, door Bandit op de Bond. Zo kwam dat links, dan in de Purmerend. En daar is gewoon in het oude Maler meer. Thank you.
welkom terug op Schiphol. We verzoeken u te blijven zitten totdat de verlichting van het dit en Marienplas is uitgegaan. We zullen straks, als we in de buurt zijn van de uitstapplaats, eventjes alle uw bagage weer teruggeven aan u. En ik help u nog even aan herinneren dat straks op het platform en in de hangar niet gerookt mag worden. Verder heeft u van mij, als het goed is, een consumptiebonnetje gekregen. Dat u straks in de crewroom nog eventjes wat kunt drinken en de dag na kunt praten. We praten met elkaar. Dames en heren, broeders en zusters van de DDA. Jan Scheuders het gek naar het bier. We dachten later te landen met de Bravo Alpha, maar ook zij hebben een omweggetje gemaakt. Ik denk dat Bart Bakker ook even langs zijn huis is geweest in Laren. Maar wij hebben hem ook maar even langer gemaakt. Je moet tenminste waar leveren voor je geld. In ieder geval hebben wij voorin en onze crew hebben een prima dag gehad. Mooi weer. We hebben ervan genoten en ik hoop u ook. Misschien tot zo in de bar voor een kroegbiertje en anders tot een volgende keer. Dank u wel. Ja, ik moet er zo op.
Dames en heren, we zijn bijna bij de uitstapplaats. Namens de hele bemanning, hartelijk bedankt dat u allemaal op tijd bij de kist was. Dat we op tijd weg konden gaan. En heel hartelijk bedankt, het was erg gezellig. En nou, ik hoop u een volgende keer weer aan boord te zien. We zullen zo meteen even de bagage aan u teruggeven.